Ik ben Margot Verheffen en wij gaan maken een portobello zalmburger. En dit zijn de ingrediënten. Het is erg veelzijdig. Er zit gezonde vetten in. Dat zit in de avocado en in de zalm. Ik snij de zalm. Ik doe hem in een bakje met een eitje erbij. Een wat paneermeel en daarna gaan we hem bakken. Je hebt koolhydraten, dat is erg goed voor het uithoudingsvermogen. Dat zit in de zoete aardappel. 5 jaar geleden at ik minder gezond en dat merkte ik heel erg in mijn sportprestaties. Minder energie en nu ik dus gezond eet, merk ik dat ik fitter word, fitter ben, meer energie heb en alles langer kan volhouden. De conclusie is dus eigenlijk gezond eten doet heel veel voor je lichaam. We gaan de groenten schillen. Gegrilde groentes. De friet. En het sausje niet vergeten. Laatste portobello erop. Dan is het broodje zalmburger helemaal klaar om op te eten. Dit is hem dan, de portobello zalmburger. Erg lekker vind ik zelf. Ik hoop dat jullie hem zelf ook gaan maken. En het is gewoon een gerecht met veel verschillende lekkere groentes. En eet smakelijk!